Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups en Down. Dit is alweer even geleden. Ja, het is vandaag vrijdag. En ik ben vanaf vandaag weer begonnen met vloggen. En vandaag gaan ook de kindjes naar mijn ouders toe. Jordi en Liam. Want Niels gaat van het weekend hier het een en ander doen in huis. Dus ja, daar kunnen we de kindjes niet echt bij gebruiken. Of in ieder geval, Niels gaat zoveel herrie maken. En Liam kan daar niet echt mee overweg. Dus vandaar dat ze naar mijn ouders gaan. Liam die is lekker aan het spelen. En Jordi die was vanochtend vroeg op. En die had zoiets van, ik heb mijn fles gehad. En ik draai mijn eigen maar heel eventjes om. Dus die ligt lekker te slapen op de bank. En Sammetje ligt lekker in de box. In zijn zitzak. De domo noemen we die. En ja, ik ga hier het een en ander doen. Spulletjes klaarmaken voor de kinderen vandaag. En ja, ik ga na het eten gaan ze naar mijn ouders toe. Dan breng ik Niels ze weg. En dan... ja, hebben we het weekend maar één kindje tot zondag. Dus, maar ja, ik ga eventjes aan de slag. Ik ga mijn eigen eventjes wat aandoen. Een pyjamaatje. Want ik ga vandaag nergens heen. Gaan we eens kijken wat de dag ons brengt. Sowieso vindt Jordi hem al vrij vermoeiend. Ik ben bezig met deze knappert een flesje te geven. Hé jongen? Ja. Maar hij heeft spruw en dit resulteert erin dat hij ja, zijn fles op een gegeven moment niet meer wou drinken. En ik heb daar medicatie voor gekregen hoor. Maar ja, hij wou het gewoonweg niet drinken. En hij had ook continu honger en ja, toen ben ik overgegaan op Johannesbrood pitmeel. Om hem maar een beetje een gevoel van vol te geven, want ja... Dus dat betekent ook een andere speen, dus dat is weer eventjes ruzie maken. Maar ik kan het gewoon aan. Alleen als hij heel erg druk is of moet poepen of wat dan ook, dan verslikt hij zijn eigen heel soms. Maar het is voornamelijk dat hij gaat zitten tetteren van ik wil die fles, maar ik moet ook poepen en ik heb ook buikkrampen en ik heb ook dit en ik heb ook dat. Dus wordt hij weer boos. Dus dan is het even een struggle om een fles te geven. Maar verder... gaat allemaal goed. De twee grote broers, Jordi en Liam, die hebben een filmpje momenteel. En die zijn in hun eigen wereldje nu eventjes. Liam is lekker aan het spelen. Jordi zit het filmpje dan te kijken. En ze hebben ook een fruitje al gehad. Dus ja, het loopt allemaal op rolletjes. En het is nog maar 11:30. Dus ik heb het goed voor elkaar. Hm? Ja, een stemmetje. Oh. Wat ik wel probeer, sinds dat Sam geboren is, is dat als de kinderen een fles hebben. Dus Liam heeft een fles, Jordi heeft een fles, Sam heeft een fles. Dan probeer ik echt ook voor dat kind op dat moment ook de tijd te hebben. Dus dan is, op dat moment is Jordi degene die al mijn aandacht krijgt. En daarna is Liam degene die alle aandacht krijgt. En op het moment dat Sam een flesje krijgt, krijgt Sam alle aandacht. Ja. En de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. Maar vooralsnog kan ik het redelijk goed managen. Liam die ligt lekker al in bed. Die had geen trek in brood meer. Dus die heb ik even gauw de fles gegeven. En die ligt al te slapen. En Jordi die krijgt nu een broodje met pindakaas. En hij kijkt ondertussen Peppa Pig. Vindt hij leuk. Zoals jullie zien met de ongeluk in die tunnel. Leuk hè? Hey, de ongeluk hoeven we niet te zien hè? Mond dicht. Ja. En ik ben ondertussen aan het wachten tot hij zijn broodje op heeft. En dan ga ik vast kleding pakken voor straks en in de koffer doen. Nou, de kindjes die zijn alweer wakker. Liam zit te spelen in de box. Jordi zit hier op de bank. Ik ben Sam eten aan het geven. Doe je rustig. En Jordi was wakker geworden en ik had zijn luier verschoond. En ik heb hem daarna Ranja gegeven. Weer zijn luier verschoond. En nog geen 20 minuten later. Ik denk, wat ruik ik toch? Joef werd helemaal gek. Ik denk 20 minuten later. Ik denk, wat ruik ik toch? Joef werd helemaal gek. Ik denk, wat klopt hier nou niet? Dus ik ga bij Jordi kijken. Hij zat van voor tot achter in zijn luier. Helemaal vol. Maar dat was nog niet alles. Zijn rug zat vol. Zijn buik zat vol. Het liep bij zijn benen naar beneden. Oh. Ik heb hem aangepakt. Ik heb hem in de douche gezet. Ik heb zijn kleding uitgedaan. Zijn luier uitgedaan. En ik heb hem gewassen. Maar oh, ik heb veel poep gezien in mijn leven. Bij Jordi. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zelfs de luier kon het gewoon niet meer aan. In 20 minuten tijd zichzelf even helemaal leeg gescheten. Echt leeg gescheten. Dit was niet gezond. Nou ja, Jordi is kwijt. Dus die is weer een stuk vrolijker. Maar ja, dit dus. En jij hebt vanochtend ook flink gescheten, hè? Zat ook tot je nek toe vol. Ja! Yeah. Dus het is vandaag Nationale Scheiddag. Dat heb ik vandaag uitgeroepen. Cool leren zeg. De kindjes zijn inmiddels bij mijn ouders. Niels heeft ze weggebracht. En kleine Sam. Kijk of ik kan inzoomen. Nee, ik kan niet. Kleine Sam die ligt bij papa. Wakker te zijn. En Niels ligt hem gewoon lekker te knuffelen. En ik ben heel eventjes kinderloos. Ik ben even klaar met vandaag. Dus ik ga nog heel even serie kijken. En dan ga ik... dan is het weer bijna tijd voor Sam zijn laatste fles en dan gaan we lekker naar bedje toe. Een hele goede morgen! Zoals jullie zagen en horen is Niels al druk bezig. Ik ben vanochtend met Sam naar de supermarkt geweest en eventjes naar de dierenwinkel om eventjes vlooienspul en voer en dat soort dingen te halen. Hé Joefie? Joefie vindt het helemaal niks wat het baasje doet. Nee, je vindt het helemaal niet leuk. Kindjes hebben het goed bij opa en oma, zijn lekker aan het spelen en alles. Aan het eind van deze video laat ik jullie zien hoe ze het een beetje bij opa en oma gehad hebben. En ja, dat dus. We hebben met de buren afgesproken tot hoe laat we ongeveer herrie maken. Want ook hun hebben kleine kindjes. En dan gaat Niels dingetjes doen die geen herrie maken. Zoals bijvoorbeeld op zolder alles aan de kant zetten. Zodat ja, over een paar weken komen ze al met de dakkapel. Dus ja, daar moet ook allemaal klaar. Dus daar gaan we dan ook eventjes mee aan de slag. We moeten even een kastje... Ik heb mijn Engels theekastje, die gaat naar boven toe. Die komt eventjes tijdelijk daar te staan, omdat ik wil als we op zolder alles een heel eind klaar hebben, wil ik daar een soort van kaptafelachtig iets van maken. Dus die moet even naar boven toe, want als hier de openslaande deuren zijn, ja, dan heb ik gewoon geen ruimte meer daarvoor. En dat is ook niet erg hoor, want ja, hij staat ook een beetje in de weg. Maar we zijn er gewoon nog niet aan toegekomen. Zo dadelijk ga ik even Sam eten geven, zelf even eten. En dan ga ik hier gewoon lekker verder rommelen en mijn dingetjes doen. Zo ver Sam dat toelaat natuurlijk. En ja, boven poetsen. die dingen al. Ik ben ondertussen met van alles bezig geweest. Ik heb een heel groot gedeelte opgeruimd. Het theekastje is al naar boven. Dan moet ik nog wat dingetjes op tafel opruimen, want dat is helemaal vol. En ik ben nu heel even eten aan het maken, zodat we daar kunnen eten. Niels is nog bezig en ben iets heel simpels aan het maken. Wij eten vandaag Siabatta. Dat is gewoon stokbrood, die bak ik af. Dan heb ik biefstuk in reepjes gesneden. Daar mosterd op en peper. Dat heb ik even laten staan en die ben ik nu aan het bakken. Dan ziet dat al zo uit. Nadat ik de biefstuk heb gebakken, gaan de champignons zwaaien. Doe ik een heel klein beetje boter of olie. Het ligt er maar net aan wat ik te pakken heb. Gaat erbij. En dan, normaal doe ik er altijd tartaarsaus op, maar die hadden ze niet. Dus ik heb ravigotssaus gepakt. Niet hetzelfde. Hetzelfde idee. Dan doe je de stokbrood midden doorsnijden. Doe je de ravigotssaus op. Doe je de biefstukreepjes op, rucola op, de gebakken champignons. En ik heb paprika uit pot in stukjes gesneden. Die doe je erop. Op de deksel doe je ook wat ravigotsaus. En dat is wat we eten. Super lekker. En dan als je het gemaakt hebt, ziet het er zo uit. Hieronder zit saus, vlees, de paprika, rucola en ik heb er wat komkommer op gedaan. Champignonnetjes, dekseltje dicht en eten maar. Een hele goede middag, het is net middag. Gisteren na het eten is Niels nog buiten verder gegaan. Ik ben nog met Sam verder gaan klooien. En daarna heb ik boven de douche gepoetst. Nou, Sam. Sam is een beetje gulzig. Je moet ook niet zo gulzig doen, jongeman. Hij is een beetje heel erg gulzig. En zijn neusje zit vol, maar die zit helemaal bovenin vol. Ik krijg het er niet uit. Maar als hij gewoon rustig drinkt, kan hij gewoon rustig ademen. Ik ben vanochtend, heb ik Liam's kamer, Jordi's kamer al zover klaar. De kamer van mij en Niels en Sam. En de overloop moet ik nog heel eventjes doen. En dan is het een kwestie van stofzuigen en dweilen naar boven gepoetst. Mijn was ben ik ondertussen nog aan het doen. En dan moet ik hier beneden nog heel eventjes de wc doen. Even stofzuigen en dweilen. En dan is die eigenlijk al wel weer een heel eind klaar. En ja, Niels is nu eventjes naar de bouwmarkt. Die moest cement hebben. En ja, die dingen. En als ik boven klaar ben, kleed ik mij even aan. En dan ga ik even met Sam naar de winkel. En dan ja, komen straks Jordi en Liam weer thuis. Nou, ik heb straks boodschapjes gedaan. Niels is buiten nog steeds bezig. Ik ben nu eten aan het maken. Ik maak lasagne, dus dat kan ik alvast zover klaarzetten. Jordi krijgt geen lasagnebladen, maar die hou ik de saus van apart en dat doe ik met rijst. En ja, mijn ouders eten straks ook eventjes gauw mee. Want ja, ze komen hier om een bepaalde tijd aan, dus ja, hè. Etenstijd. Zoals jullie zagen ligt Sam lekker in de box, lekker op zijn buikje. Hij had buikkrampjes, dus dan, hè. En ik ben toch continu in de buurt. Dus ja, dat dus. Ik ga even verder met eten koken. Mijn lasagne die ziet er op dit moment zo uit. De groenten ben ik nu aan het maken. En dan gaat dadelijk de saus erop. Daar komt gesneden tomatenblokjes nog op. En dan komt er basis voor lasagne saus. En dan maak ik nog even een simpele salade erbij. En dan is het gewoon lekker eten. Dadelijk hoeft dan alleen nog maar de oven ingeschoven te worden. Dus ja, Heel eventjes een nieuw wasje aanzetten. En dan eventjes mijn vaatwasser verder uitruimen, inruimen. En jullie kennen dat allemaal wel, hoe dat gaat. En dan moet ik nog even stofzuigen en dweilen. En dan ben ik helemaal klaar. Oh, de kindjes zijn weer thuis. Ja. Leuk, hè? Jordi is ook weer thuis. Hè? Nee. Nee. Schiet op. Er zit geen melk meer, hoor, Joep. Ik ben moe, hè? En er is een file te vinden. Tot maar eventjes ben geslapen voor ik thuis ben. Daar staat 5 kilometer nog vertraging op dit moment. Zo'n kleine 10 minuten. Het laatste uur van de zet-up, daar gaan we zo direct aan beginnen. Ik heb een random video geëdit. Was even mijn werk, maar ik heb hem geëdit. Morgen ga ik hem uploaden. De kindjes liggen alweer lekker te slapen. Ook hier ligt papa met Sammetje te slapen. Ik ben weer voor het eerst in een hele lange tijd hebben we weer gevlogd. Een weekend. En deze ga ik ook editen. Deze komt iets later online. Maar ja, in ieder geval gaan we wel weer zorgen dat we weer back on track komen. Dus dat we weer gewoon op de maandag, de woensdag en de vrijdag gaan uploaden. Maar ja, er gaat heel eventjes tijd overheen voordat ik het echt helemaal goed ga krijgen. Want het is wel echt druk hier momenteel. Maar ja, in ieder geval, ik ga deze video afsluiten. En morgen denk ik dat ik deze even ga editen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.